Ik wilde vroeg in de ochtend naar werk gaan. En toen kwam ik erachter dat ik elektriciteitsstoring had. En toen heb ik actie ondernomen om de elektriciteit weer aan te zetten. En op het moment dat ik de deur van de elektriciteitskast open, zie ik een laag water in mijn elektriciteitskast. En ja, toen heb ik actie ondernomen om de politie en de brandweer erbij te betrekken. De buurman beneden die belde. En in eerste instantie deed ik niet open, want die denken, ja, wat moet je zo vroeg? En hij bleef doorbellen. Doordat mijn vrouw op een gegeven moment naar het toilet toe ging, stond ze met de voeten in het water. Ja. Dus zodoende. Wat voor mensen waren dat boven u? Het waren zogenaamde studenten. En degene die het onderverhuurd heeft, die heeft daar studenten laten wonen. Ze deden een studie tuinbouw. Nou, zo kun je het zeggen. Zo kun je het wel zeggen, ja. Ja, ja, dus ze probeerden het uit. Is er veel schade? Er is bij mij thuis behoorlijk schade, ja. Er komt water uit het plafond, uit de stopcontacten. Het is al onder het laminaat ingetrokken. Dus het is een behoorlijke schade, ja.